Fly 1, 2, 3, zie je wat ik zie? Daar is aan de fijn, want ik heb leren staan. Goedemorgen, middag, avond iedereen. Mijn naam is Stijn en dat is de eerste keer dat je me nu op YouTube ziet. Met deze kap. Normaal gezien heb ik gel in, maar gelukkig heb ik dat nog niet gedaan. Vanwege dit. En het ding is met deze spel, het is zoals de meeste op YouTube het spelen. Heel frustrerend. Want deze is nu de vierde keer dat ik dat spel probeer. Op een dag. Want ik heb het vandaag gekocht en gedownload. Want ik dacht van, het kan niet zo moeilijk zijn gelijk als iedereen het zegt. Ik raak wel iets of wat ver, maar op een gegeven moment zit ik zo gedanig vast dat gewoon niet lukt. En ik ben niet echt een gamer. Ik speel veel op de PlayStation 4, maar en weinig op de PC. Want deze is nu een spel op de PC dat ik speel. En het is anders. We gaan niet continue doen, we gaan gewoon opnieuw spelen. Waarom heb ik dat eigenlijk ook gedaan? Moet ik hier dat spel terug opnieuw beginnen? Laten we straks beginnen. Yay! Alright. Ik kon ook eerlijk zijn. Ik heb gameplays gezien van andere YouTubers die daar heel gefrustreerd geraken. En ik heb het tot het einde meestal gezien. Dus ik weet welke addertjes dat er onder het gras zitten. Hoe ongeveer het spel nou in elkaar zit. Dus je gaat me op het einde helemaal van boven niet hebben met die langdurige slang. Want dan val ik direct terug waar ik nu juist ben begonnen. En nee, dat gaan we niet doen. Dus ik ben al direct over die boom gerukt, dat is ook al eten. There's no feeling more intense than starting over. Ja, dat weet ik. Dat is al de vierde keer dat ik het probeer. The day before it was due. Dat is ook de vierde keer dat ik ze naar huis heb gebracht. Oh, dat is al. Dat is al heel goed. If you want some money at the casino, then put all your winnings on red, but it came up black. If you got your best shirt, hier, de eerste keer een half uur gezeten. Gewoon omdat ik er niet over geraakte. If you want an argument with a friend, and then later discovered that they just returned to their original view. Starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. Ja, ik kom straks wel terug. Yep. Alright, thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to stop and quit the game. Don't worry, I'll save your progress, always. Even your mistakes. This game is a homage to a free game that came out in 2002, titled Sexy Hiking. The author of that game was Jazuo, a mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B-games. And B-games are rough assemblages of found objects. Designers slap them together very quickly and freely, and they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building them than as polished products. Ik heb het zeer vooral gehoord, ik wil het niet nog eens horen. Wat stond hier? Voice over volume. Ik wil het niet nog eens horen. Dus ik had op mijn Facebook al gezet van, kennen dit spel niet, prijs u gelukkig. Want geloof me, prijs u gelukkig als je deze niet speelt. Oké. Tot hier geraak ik. Dat is allemaal geen probleem. Tot hier geraak ik meestal terug. Deze hangt zo mijn voeten het. Nee. En als ik daar over die berg terug ga, dan ga ik terug naar het begin. Allee, tot dan die roeispan. En dat wil ik ook niet. Ik mijn handen opwarmen. Want ze zijn klam. Van de zenuwen? Yep.
En waarom kies ik ook deze spel als eerste in gameplay voor mijn YouTube-kanaal? Ik snap het niet. Ik had beter mijn Lego verder in neergestoken. Want alles leek klaar voor de volgende terug in het steken. Je kwam terug op YouTube-filmpjes uit van deze spel. En je wordt nieuwsgierig. En je dacht bij wagen, hoe moeilijk kan het zijn? Stomme nommer. Okay. Tot hier geraak ik. Tot hier. Tot om die lantaarn. En ik weet dat je moet wiebelen ertussen, maar... Zie, ik doe niks. Oeh, oké. Okay. Mijn pot is toch goed? Kom maar, hè. Nee! Hé? Ik zeg... Nee! Nee. Kom aan. Oh, dat is zo mooi. Oh. Daar staan, oké. Okay. Nu is mijn ding. Oh! Als ik wat rapper was, had ik hem misschien. Maar ja... Nee, blijf staan, stomme maas. Nee! Zie ik erop. Tot hier geraak ik en niet verder. Ik ben al meer dan 2 uur bezig en ik raak al enkel tot hier. Sjoenk! Nee! Drink er nog hier. Oh, geweldig. Mooi op de respawn. Amuseerde gewoon een beetje. Niet mee. Ik ben al terug hier. Yeah. Doe normaal. Ik moet beter tegen mijn eigen zeggen, maar waarom heb ik dat spel ook gekocht? Yep. Nee! Oh. Oké, rustig. Zo, ik is in de hoek. Even rustig. Oh. Ja, oké. Ik ben al verder gerokt dan anders. Dat is goed. Oh. Nee. Oh. Waarom zing ik dat doek uit op? En... Oké, wacht. Daar. Ja, oké. Okay.
Geraak ik eraan? Tuurlijk geraak ik er niet aan. Waarom zou je er ook gewoon geraken? Je kunt de pot op! Oh. Ik geef het op. Nee, het is gedaan voor mij. Ik geef het op. Ik denk dat ik nu 20 minuten footage heb. Waar ik geen vooruitgang heb geboekt. Ik blijf altijd op datzelfde punt zitten. Oké, dat was het. Misschien dat er nog wel eens een tweede video van komt, maar ik zou er niet op rekenen. Ik zeg het, ik raak niet verder dan die lantaarn waar ik zelfs niet aan kan. Dus we zullen wel zien. Alright, amuseer dan nog en tot de volgende. Bye bye!